De gemeenteraad van Tiel heeft Hans Beenhakker opnieuw voorgedragen als burgemeester van de gemeente Tiel. Beenhakker heeft zijn eerste termijn van 6 jaar er bijna op zitten. Voordat Beenhakker burgemeester werd in Tiel, waar hij zijn jeugdjaren doorbracht, was hij burgemeester in Asten en wethouder in Voorburg namens de VVD. In de zojuist hiervoor gehouden besloten raadsvergadering is besloten de aanbeveling vast te stellen de heer ingenieur J. Beenhakker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor een herbenoeming als burgemeester van Tiel. En daar mag aan worden toegevoegd, daar hebben we nog even discussie over gehad, ook met de commissaris, dat het een unaniem besluit is van deze raad. En dan wil ik u eigenlijk hierbij van harte mee feliciteren. Ik ga vol enthousiasme, zoals ik ook aangegeven heb, en dat is nu nog een keer extra gesteund, doordat u ook alle deze voordracht steunt, waarvoor heel veel dank. En vol enthousiasme door aan het werken in deze hele mooie gemeente, waar heel veel te doen is, waar veel leuke mensen wonen die ik dagelijks tegenkom. Een raad waar wij, vind ik, met elkaar heel veel besluiten nemen, maar ook over het algemeen hele constructieve vergaderingen met elkaar hebben in een goede sfeer. Natuurlijk gebeurt er wel eens een keer wat, dan worden mensen boos op elkaar, dat hoort er ook bij. Maar over het geheel genomen vind ik dat wij altijd heel goed met elkaar omgaan. Dus ik hoop dat we dat ook vasthouden, daar wil ik me in ieder geval ook voor inzetten. Ook de komende periode. En er is heel veel te doen in de stad, in mijn eigen portefeuille. Natuurlijk ook in de andere portefeuilles van de wethouders, waar we gezamenlijk als college in opereren. Ook voor het college geldt dat we een hele prettige samenwerking met elkaar hebben. En, ja, dat is natuurlijk ook weer spannend of dat na de verkiezingen, hoe dat weer gaat verlopen. Maar ook daar heb ik alle vertrouwen in dat dat zo blijft. En ik wil jullie dank zeggen voor het vertrouwen, de prettige samenwerking van de afgelopen bijna 6 jaar. Hè, want de officiële koninklijk besluit gaat dan 8 januari in. Dan gaan we vanuit. Dan zal ik ook nog de eed moeten afleggen bij de commissaris. En ik ga ervan uit dat we de komende 6 jaar ook weer met mooie dingen met elkaar voor deze gemeente tot stand gaan brengen.